Goeiedag, welkom in de Erasmus Plus online cursus. Een appartement of woning zoeken geeft vaak veel stress, zeker als het niet jouw moedertaal is. Vandaag leren jullie hoe je dat doet in het Nederlands. Eerst en vooral gaan we advertenties lezen, om zo belangrijke woorden over wonen te leren kennen. Daarna bespreken we hoe je de eigenaar kan bellen en een afspraak kan maken om een woonst te bezichtigen. We leren ook adjectieven om een woning te beschrijven en om tegenstellingen uit te drukken. Om af te sluiten gaan we een immobiliënkantoor opbellen. Hier leer je ook hoe je je wensen kan uitdrukken. Veel plezier met deze les! Ik zoek een klein appartement. Laten we enkele advertenties bekijken. Dit is de eerste advertentie. Te huur. 5-persoons appartement. €950 plus €40 kosten. Volledig gerenoveerd op de Grote Markt. Op de derde verdieping. De oppervlakte is 100 vierkante meter. De woonkamer is 26 vierkante meter. Het appartement heeft een ingerichte keuken. Er zijn 4 slaapkamers, waarvan 1 duplex. Er zijn 2 badkamers met wc en douche en lichtbad. Er zijn ook meerdere opbergkasten en dressings. De wanden zijn geïsoleerd. Er is veel licht en het appartement is heel charmant. Het is uniek. De huurprijs is €950. Het wordt op dit moment nog verbouwd. Het is beschikbaar begin oktober, maar bezichtigen is vanaf nu mogelijk. Wat is een 5-persoons appartement nu? Deze term geeft aan hoeveel kamers een appartement heeft. De keuken en de badkamer worden niet meegeteld in het aantal kamers. Een 2-persoons appartement is een appartement voor 2 personen, een 5-persoons appartement is geschikt voor 5 personen, enzovoort. Een studio is een appartement die uit 1 kamer bestaat. De keuken is dan een deel van de belangrijkste ruimte. Wat is een ingerichte keuken? Een appartement met een ingerichte keuken beschikt over de belangrijkste huishoudelijke apparaten die we gebruiken om te koken. Een ingerichte keuken heeft normaal gezien minimum een gootsteen, een koelkast, een fornuis of kookplaten. Wat betekent wordt verbouwd? Dit wil zeggen dat er op dit moment wordt gewerkt in het appartement. Renovaties of herstellingen, zoals schilderen of isoleren. Wat betekent beschikbaar vanaf oktober? Beschikbaar is een synoniem voor vrij. Je kan vanaf oktober in dit appartement gaan wonen en niet vroeger. En wat betekent vanaf nu te bezichtigen? Dit wil zeggen dat je nu al naar het appartement kan gaan kijken. Zo, we hebben nu de eerste advertentie gelezen. Het is heel mooi, maar wel duur. Ik heb nog een tweede advertentie gevonden. Laten we eens kijken. Te huur. Appartement 1 persoon. In een flatgebouw, gelegen in het centrum van de stad, dicht bij handelszaken en het station. 1-persoonsappartement, heel licht, in uitstekende staat, 26 vierkante meter, op de tweede verdieping, met woonkamer. Met daarin tafel, rekken en kasten, en garderobe, telefoonaansluiting, 1 venster met gordijnen en nieuwe luiken. De ingerichte keuken met koelkast, 2 elektrische kookplaten
elektrische dampkap, opbergkast, één venster met gordijnen en nieuwe luiken. De badkamer heeft een douche, lavabo en wc. Er zijn verschillende kasten, een individuele elektrische verwarming en er zijn ramen met dubbele beglazing. Dit appartement is vrij vanaf 1 oktober. De huur is €340 en er komen €80 lasten bij. Deze omvatten elektriciteit, verwarming, water, ophaling van het vuilnis, onderhoud van de gemeenschappelijke ruimte. Wat betekent in uitstekende staat? Wat betekent dat? Dat betekent dat de kwaliteit zeer goed is. Het appartement is in orde. Het is nieuw of gerenoveerd. Dicht bij handelszaken. Dit wil zeggen dat er dicht bij het appartement verschillende handelszaken of winkels zijn. Een supermarkt, een bakkerij, een slagerij. En de kosten? Wat verstaan we hieronder? De kosten, ook wel lasten genoemd, worden bovenop de huur betaald. Ze omvatten over het algemeen het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimte, bijvoorbeeld het poetsen van de trappen en de trappenhal, de elektriciteit en het gas voor de gemeenschappelijke ruimte, de opbergruimte met het poetsmateriaal enzovoort. Vuilnis. Vuilnis is een synoniem voor afval. Zo, jullie hebben nu 2 advertenties gezien. Hebben jullie de woorden uit de advertenties onthouden? Laten we een spelletje doen. Ik geef jullie de definitie van een woord en jullie geven het passende woord. Zijn jullie klaar? Goed, de eerste. Deze uitdrukking betekent dat het appartement beschikt over een koelkast, een fornuis of kookplaten en een gootsteen. Tweede. Dit bedrag moet extra betaald worden bij de huurprijs en komt overeen met de kosten van het onderhoud van gemeenschappelijke ruimte en soms ook van de elektriciteit of de verwarming. Nummer 3. Hoe noem je een appartement voor 4 personen? En een laatste definitie. Hoe zeg je dat een appartement dicht bij winkels gelegen is? Goed, ik heb gekozen. Ik vind het tweede appartement het meest geschikt. Het eerste is te groot. Het zou perfect zijn om te delen met andere mensen, maar ik wil liever alleen wonen. Ik zal veel te doen hebben voor de universiteit. Daarom wil ik er zeker van zijn dat ik me kan concentreren. Ik ga de huisbaas bellen voor meer informatie en om te vragen of ik het appartement kan bezichtigen. Hallo? Goedemorgen, ik bel u in verband met het éénpersoonsappartement. Is het nog vrij? Ja hoor, het is nog vrij. Bent u geïnteresseerd? Ja, ik ben erg geïnteresseerd. Ik zoek een appartement voor mij alleen, omdat ik dicht bij het centrum wil wonen, zodat ik me gemakkelijk met het openbaar vervoer kan verplaatsen. Ik zou het liefst ook dicht bij de universiteit wonen, zodat ik er te voet naartoe kan gaan. Is dit het geval? Jazeker. De universiteit is vlakbij. Beneden is er ook een bakkerij. Op de hoek van de straat is er een supermarkt. Dat is heel handig. Perfect. Kunt u me misschien wat meer vertellen over het appartement?
Maar natuurlijk, het is op de eerste verdieping en het is heel licht en ruim. Het is nog maar pas vernieuwd, dus het is heel aangenaam. Goed, en wat is de huurprijs? De huur is €340, waar je nog €80 kosten moet bijtellen. Wat houden de kosten in? Wel, de kosten omvatten de elektriciteit, de verwarming, het water, de vuilnisophaling en de gemeenschappelijke kosten. Dus de verwarming is inbegrepen. Dat is echt interessant. Kan ik het appartement bezichtigen alsjeblieft? Ja, natuurlijk. Bent u morgen vrij om 10 uur bijvoorbeeld? Ja, waar spreken we af? Het appartement bevindt zich in de Rozenstraat op het nummer 14. We zouden elkaar aan de voordeur kunnen ontmoeten. Vindt u dat goed? Ja, perfect. Tot morgen dan. Prima, tot morgen. Ik ben in de wolken. Ik denk dat ik het appartement van mijn dromen gevonden heb. Hier ben ik weer. Ik heb het appartement bezichtigd, maar ik ben erg teleurgesteld. De eigenaar had het over een heel aangenaam appartement. Maar dat was helemaal niet het geval. Het was inderdaad gerenoveerd en de muren waren geschilderd, maar ondanks de werken zag het er een beetje donker uit. Het is bovendien te klein voor mij. Hoewel de eigenaar zijn best heeft gedaan om het te verbouwen, is het niks voor mij. Ik ga iets ruimers zoeken. Een vriendin heeft mij verteld over een appartement midden in het centrum. Ik hoop dat dit een goede keuze zal zijn. Een appartement kan licht of donker zijn. Het kan ruim zijn of klein. Het kan ook gerenoveerd zijn of juist vervallen. Soms is het nieuw, soms oud. Het kan modern of klassiek zijn. En klein of groot. Hoe gebruik je deze adjectieven nu correct? Komt er na het adjectief geen substantief, dan verandert het adjectief niet. Een adjectief zonder substantief krijgt geen e. Bijvoorbeeld, de kamer is klein. Of het appartement is nieuw. De woonkamer is donker. Komt er na het adjectief een substantief, dan wordt het moeilijker. Als er een de-woord na het adjectief komt, krijgt het adjectief altijd een extra e. Dus substantieven met de krijgen bij het adjectief altijd een extra e. Bijvoorbeeld de kleine kamer, de donkere woonkamer. Een kleine kamer, een donkere woonkamer. Substantieven met het zijn het moeilijkste. Zijn ze bepaald, dan krijgt het adjectief een extra e. Zijn ze onbepaald, dan krijgt het adjectief geen e. Bijvoorbeeld, het appartement. Als wij dit bepaald gebruiken, dan krijgen we deze vormen. Het kleine appartement, het ruime appartement. Maar onbepaald met een oud appartement of een nieuw appartement. Als je een appartement zoekt, kan dit ook via een immobiliënkantoor. Ik ga nu naar een immobiliënkantoor bellen. Misschien kunnen zij mij interessante appartementen voorstellen. Hallo? Ik bel u op omdat ik een appartement zoek. Zeker. Welk type appartement zoekt u? Ik zoek een appartement voor mij alleen. Ik zou een appartement met veel licht willen. En liever in een klassiek gebouw dan in een moderne residentie.
Oké, dat is duidelijk. Wat is uw budget? Mijn budget is 400 euro. 400 euro? Voor die prijs kan ik u een kamer aanbieden om te delen. Zou u dat interesseren? Als ik echt geen andere keuze heb, eventueel. Maar ik zou toch liever een kamer voor mij alleen willen. Ik begrijp het. In welke buurt moet het appartement gelegen zijn? Als het kan, zou ik dicht bij het centrum willen wonen, maar niet te ver van de universiteit. Het zou ideaal zijn als het appartement in een rustige buurt gelegen is. Ik haat het lawaai van het verkeer. Akkoord, maar met uw budget zal dat moeilijk worden. Zou u het zien zitten om een beetje buiten het centrum te wonen? In dat geval heb ik misschien enkele interessante appartementen voor u. Het hangt ervan af. Als het appartement goed bereikbaar is met het openbaar vervoer, waarom niet? Ik wil me wel makkelijk kunnen verplaatsen. En ik zou willen dat mijn familie en vrienden op bezoek kunnen komen. Goed, dan heb ik misschien iets voor u. Ik heb een appartement van 380 euro en 40 euro voor de lasten. Het is een beetje boven uw budget, maar de elektriciteit en het gas zijn inbegrepen in de kosten. U moet enkel nog de verwarming apart betalen. Dat is een voordeel. Het is een klein tweepersoonsappartement met woonkamer en aparte slaapkamer. Dat is wel handig als er bezoek is. Het appartement is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Verschillende buslijnen gaan naar de universiteit. En met de tram bent u in 10 minuten in het centrum. Ik heb enkele dagen geleden een plaatsbeschrijving van het appartement opgemaakt. En het is heel proper. En het heeft vooral heel veel charme. Een houten vloer, een open haard, grote ramen. Dat klinkt goed. Kan ik het bezichtigen? Natuurlijk. Deze namiddag om 2 uur? Een ogenblikje. Ah, nee, het spijt me. Ik moet deze namiddag naar de universiteit gaan. Mag het morgen voormiddag zijn? Ja, zoals u wilt. 10 uur? Akkoord. Ik geef u het adres. Schoolstraat 54. Ik geef u ook mijn gsm-nummer, voor mocht u het niet vinden. 056 56 54 13. 54 13. Oké, dat staat genoteerd. Bedankt en tot morgen. Vertellen wat je graag wil, kan je met het woord zou doen. Het werkwoord komt dan op het einde van de zin. Ik zou een appartement met veel licht willen. Of tweede voorbeeld, ik zou toch liever een kamer voor mij alleen willen. Ik zou dicht bij het centrum willen wonen. Een appartement in een rustige buurt zou ideaal zijn. Welk soort appartement zou jij willen? Goed, jullie hebben nu al een en ander geleerd in verband met het zoeken van een woning. Nu gaan we even stilstaan bij de uitspraak van enkele woorden. Hier zien jullie 4 woorden. Bij elk van deze woorden ligt de klemtoon op de eerste syllabe. Ophaling, inrichting, onderhoud, inbegrepen. Wij gaan de uitspraak van deze woorden nu oefenen. Ik zeg een woord en jullie zeggen mij na. Oké? Ophaling. Inrichting, onderhoud, inbegrepen. Goed, nu gaan we een specifieke klank oefenen die voor veel studenten een beetje moeilijk is. Dat is de U. Ik lees even een reeks woorden uit deze les die allemaal deze klank U hebben. Huurprijs, uniek, studio, supermarkt, universiteit, muren, budget,
buurt, minuten. Ik lees de woorden nu nog eens opnieuw, één voor één, en jullie herhalen met de correcte uitspraak. Oké? Hier komen ze. Huurprijs. Uniek. Studio. Supermarkt. Universiteit. Muren. Budget. Buurt. Minuten. Oké. Nu gaan we een andere klank oefenen. De e. Dit zijn allemaal woorden met de e-klank. Uitdrukken. Centrum. Rustig. Dus. Bushalte. Buslijnen. We gaan nu diezelfde oefening doen zoals daarnet. Ik lees diezelfde woorden met e, één voor één, en jullie zeggen mij na. Oké? Hier komen ze. Uitdrukken. Centrum. Rustig. Dus. Bushalte. Buslijnen. Prima. We hebben nu al geoefend op de klanken u en e. Nu gaan we nog een derde klank oefenen, die een beetje gelijkaardig klinkt. En ook met de lippen naar voor uitgesproken wordt. Bij de ui-klank doen we de mond een beetje meer open. Deze woorden bevatten allemaal deze ui-klank. Duidelijk. Telefoonaansluiting. Vuilnis. Huishoudelijk. Ruimte. Fornuis. Uitstekend. Luiken. Ook nu lees ik deze woorden nog eens opnieuw, één voor één, en jullie herhalen ze luidop. Oké? Hier komen ze. Duidelijk. Telefoonaansluiting. Vuilnis. Huishoudelijk. Ruimte. Fornuis. Uitstekend. Luiken. Nu kunnen jullie zelf een appartement zoeken. We gaan dit nu oefenen. Je kan deze vragen beantwoorden in het forum. Welk type appartement zoek je? Wat is je budget? Zou je alleen willen wonen of samen huren? Waar moet jouw appartement gelegen zijn? En een tweede deel. Hoe ziet jouw appartement of huis er nu uit? Op welke verdieping woon jij? Hoe ziet jouw keuken eruit? Hoeveel is de huur voor een appartement in jouw land? Zo, de les van vandaag is gedaan. Bedankt voor jullie aandacht en veel succes met het beantwoorden van de vragen op het forum.